Hallo, kijk eens wat ik tegenkwam op eBay. Ik heb hier een echte ouderwetse Magic Eye EM84. In dit geval VU-meter. Vroeger werden deze buisjes gebruikt om op een radio aan te geven of de afstemming goed was. In ieder geval oude rommel van tientallen jaren geleden. En het bestaat nog. Het buisje bestaat uit een stukje glas met aan de binnenkant een fosforlaagje erop. En met wat redelijk hoge spanningen van een volt 200 wordt ervoor gezorgd dat dat fosfor gaat oplichten. Eigenlijk geen idee hoe de oude techniek in elkaar zit, maar is ook niet echt heel erg boeiend. Wat wel leuk is, is dat dit hele ding, inclusief de voorgemonteerde print en de buis, voor €16 op eBay te vinden was. Dus ik heb er gelijk een paar besteld en eens even kijken hoe dat ding werkt. Ik zal er eens even een schroevendraaitje bij pakken. Je ziet hier een microfoon. Daar, op dit moment zit er geen apparaat op de lining aangesloten. Dus hij gebruikt het microfoonsignaal om weer te geven op de buis. Hier heb ik een regelaar voor de gevoeligheid van het ingangssignaal. En hier kan ik de voedingsspanning van de buis een beetje regelen. En daarmee dus bepalen hoeveel licht eruit komt. Er zit hier nog een wat nauwkeurigere potmeter voor de voedingsspanning van de hele print en voor de gloeispanning van de buis. 6,3 volt, 200 mA, 210 geloof ik. En verder nog wat elektronica rommel erop. Wat ik eerst natuurlijk wil weten als ik zo'n ding binnenkrijg, is hoe komen we aan de benodigde 200 volt? Want hij krijgt hier maar 9 tot 12 volt aangeboden op dit moment. 12 volt zoals je hier kan zien. En vanuit die 12 volt wordt 6,3 volt gloeispanning gemaakt. Dat is niet zo heel erg moeilijk. Maar ook de 200 volt die nodig is als hoogspanning voor het buisje. Dus wat ik eerst even wil weten is hoeveel spanning krijgt het buisje nou eigenlijk. Dus ik zet hem uit. En ik trek het buisje er even uit. Dat is niet heel makkelijk met een camera in je hand. En dan gaan we dat hele spul eens een tafeltje opschuiven. Adapter eruit. Oeps. En even simpel aan de multimeter hangen. Dus. Spanning er weer op. En we gaan eens even kijken hoeveel spanning dat het buisje nou werkelijk krijgt. Volgens de specificatie zou het iets van 200 volt moeten zijn. Dus ik pak even op de. Oeps. Zet even de camera neer. Op de twee pennen waar we de spanning kunnen meten, ding aan. En mijn multimeter gaat naar 255 volt. Dus dat is een iets hogere spanning dan volgens de specificatie zou moeten. Maar moet kunnen. Dus we gaan eens eventjes wat uitgebreider naar dit gevalletje kijken. Oeps, meer licht. En als we dan op de print gaan kijken, dan komen we niet echt heel veel verrassingen tegen. Spanningsregelaartje. Standaard LM371 als ik het goed heb. En om aan de 200 volt te komen zit er nog een geschakeld voedingtje aan boord. Dit IC hier. Regelt het allemaal. Via deze vet wordt dit spoeltje voorzien van energie en mag hij daarna de energie weer gaan afleveren. Dus wat dit ding doet, is dit IC'tje hier echt een speciaal voedings-IC'tje. Het schakelt via deze vet de voedingsspanning over deze spoel. Voedingsspanning is 12 volt. Dus wat die vet als eerste doet is 12 volt in één keer via deze spoel naar massa, via deze vet. Als de spoel dan verzadigd is qua magneetveld, wordt deze vet afgeschakeld.
En dan wordt het 12 volt, of de 12 volt ingangsspanning, via deze spoel en een diode, ik weet even niet welke diode het is, wordt de energie die in de spoel zit in één klap in deze condensator gestopt. En dat is een elcootje van weinig, denk ik, 4,7 micro, 400 volt. Als alle energie uit de spoel is, dan begint de hele cyclus weer opnieuw. Deze FET knoopt de andere kant van de spoel weer aan massa, totdat de kern van de spoel helemaal verzadigd is. Hij trekt hem weer los en de energie wordt in deze condensator gestopt. En uiteindelijk komen we dan op de 255 volt die we net zagen, die op die manier opgebouwd wordt uit de 12 volt die binnenkomt. En ja, dan heb je de werkingsspanning voor je buis. Eigenlijk heel simpel. Nou, zit hier nog een versterkertje voor het analoge signaal. Want deze buis, als die 0 volt op zijn rooster krijgt, dan zijn de balkjes het verst uit elkaar, wat je net zag. En bij min 20 volt raken de balkjes elkaar helemaal. Dus het elektrische signaal van de microfoon moet in ieder geval versterkt worden tot een minimaal 20 volt. Of natuurlijk van de lijningang, één van de twee. Ja, en meer is het eigenlijk niet. En dat hele spul netjes voorgeassembleerd. Mooi in een verpakkingje. Voor 16 euro inclusief verzending. Dus ja, dat is niet slecht. Ja, dat was eigenlijk alles wat ik over dat ding te vertellen heb. Dus als je nog vragen hebt, ik lees het wel. Oké.